Zijn er al kinderen? Ja. Zijn er al kinderen? Ik ben Saskia en ik heb 30 kippen. En we hebben een wedstrijd van de Voice Kids. Nou, het kuikentje wat in het verhaal het allermooiste zingt, maakt kans op een auditie voor de Voice Kids in Hollywood. Ik heb één mama kipje met 4 kuikentjes in mijn badkamer. En dan moet ik elke dag 2 keer schoonmaken. Maar dan kunnen de kuikentjes wel groeien en groot worden. En ik heb nu een paar van mijn kippen uitgenodigd om mee te komen hier naar Hezen. Niet weglopen, hè? Ja, natuurlijk. Jullie lopen toch niet weg? Nee, hè? Maxi Emily. Iemand racist gezien? Daar ben je, Martijn. Gewoon bij Albert Heijn. Kijk eens wat ik hier heb. Hè? Gewoon bij Albert Heijn. Hebben we nu toch een leuke actie bij Albert Heijn? Dat gaan we allemaal doen en we hebben ook een fantastisch lied daarvoor, moet je luisteren. Muziek! Ik heb wat lekkers voor je meegenomen. Wat is? Een knuffel. Maar het lekkerste is ijs met chocolade. We willen immers toch 17 kuikentjes krijgen. Buurvrouw, op hoeveel eieren zit u eigenlijk? Op 16. Maximilian. Had het over 17. Nee. Maximilian, wij moeten je spreken. Spreken? Moet je? Waarom mag Bianca op 17 eitjes zitten en wij maar op 3? Gepikt. 3. Op 3. Omdat wij, Bianca en ik, heel veel kuikentjes willen hebben. Wij ook. Wij ook. Nou, dat kan niet. Oh, dat kan echt niet. Anders wordt de kippentuin veel te vol. Dat zeg jij. Dat zeg jij. Ja, dat zeg ik. Dat zeg ik, omdat ik de baas ben. Maar waarom ik wel en zij niet? Omdat je mijn meisje bent. Jij bent mijn meisje en ik ben de baas. Dat gaan we allemaal doen en we hebben ook een fantastisch lied daarvoor, moet je luisteren. Muziek! Wil je dag op de schoot van je pa zitten? Miauw! Daar word je zo moe van. Miauw! Hé? Doe nou niet zo flauw. Ja. Goed zo. Ja. Over? Eigenlijk overstonden. Ze gingen kapot op een moment. En toen was er nog eentje over en die was super lief. En toen vonden ze één kuikentje al goed genoeg, dan wel 16. En de haan dacht dat het er 17 waren. En wat ging dat ene kuikentje doen? Zingen. Kon je goed zingen? Heel erg goed. En mag je dan meedoen aan de Voice Kids? Ja. Vind je hem wel goed genoeg voor een auditie bij de Voice Kids? Ja. Ik vind hem heel erg goed.
Ja, en eentje lijkt er wel een beetje op, alleen was die een beetje meer zwart. Oh ja, maar je vond de poes wel mooi? Mhm. Dat is heel leuk. Ja.